Daar ben ik weer met de laatste challenge kaart van dit jaar, december. En de challenge gaat over kerst. Ik heb voor jullie een kaartje bedacht met een doosje op een kaart. Nou ja, heb ik niet zelf bedacht, heb ik van Pinterest gehaald, maar mijn eigen maten eraan gemaakt. Ik heb een A van 20 bij 12,5. Een B van 13,5 bij 13,5 en een C van 7,7 bij 7,7. Ik ga het digipapier Christmas with Rudolph gebruiken en daarvoor heb ik twee delen A nodig van 9,7 hoog bij 12,2 breed. Vier keer 4,2 bij 4,2. 4 keer 1,2 bij 4,4 en 1 keer 4,4 bij 4,4. En bij dit vel, digipapier, zat ook een knipvel en die heb ik alvast uitgestanst en geknipt. We gaan onze rilbord erbij pakken en ik was hem al begonnen, maar er zat een foutje in, dus ik ben opnieuw begonnen. Dus kaartstok A heb ik al gerild, maar die gaan we nog een keer rillen. En die gaan we op de lange kant rillen op 10. Dus je vouwt hem eigenlijk door de midden. Dus je vouwt en rilt op 10. Dan vouw je hem dubbel en dat is je basiskaart. En die leggen we aan de kant. Dan hebben we kaartstok B. En deze gaan we rillen op 4,5. En op 9. En dan draaien we hem een kwartslag om. En dan gaan we hem weer rillen op 4,5 en 9. En dan leggen we hem aan de kant. Dan knippen we een rillijn in tot aan de streep. Volgende rillijn. Dat doen we aan die kant ook. Tot aan de rillijn. Dan draaien we hem om. Tegenovergestelde richting knip je hem ook in tot aan de rillijn. En weer tot aan de rillijn. Dan heb je hier de rillijn van de volgende. En dan knip je een centimeter ongeveer er vanaf. En dat wordt je plakstrook. Die leggen we aan de kant. Doen we ook aan de andere kant. Draaien we hem om. En daar doen we hetzelfde. Dus ongeveer een centimeter. Mag iets meer zijn, mag iets minder zijn. Komt niet zo heel nauw, dus daarom meet ik het ook niet uit. Zo, schaar aan de kant. We vouwen even de vouwlijnen erin, de rillijnen. En op die centimeter strookjes die je net gemaakt hebt, daar gaan we tape smeren of lijm aan de goede kant van je design hier. Dus op deze manier. Oh. En dan plakken we daar een doosje van. Zo. Die kant ook. Hier nog een kantje. Dan zie ik dat ik hier wat lijm over heb. Nou. En deze plakken we ook dicht. Zo. En dan is ons doosje klaar. Dan zetten we het doosje aan de kant. Dan pakken we ons rilbord er weer bij. En pakken we het 7,7 bij 7,7 stukje erbij. En deze gaan we rillen op 1,5 centimeter. En dit doen we aan alle kanten, dus rondom. Dus één keer. Weer 1,5 centimeter. De derde keer ook 1,5 centimeter. En weer 1,5 centimeter. Deze komt er aan de kant. We knippen weer in tot aan de rillijn. En we knippen er een puntje vanaf. Inknippen tot aan de rillijn. En een schuin stukje eraf. Je draait hem een halve slag om. En doet het aan de tegenovergestelde richting precies hetzelfde. Inknippen aan de rillijn. En eraf. Dan vouwen we de rillijnen er weer in. Je kan er natuurlijk overheen gaan met je
vouwbeen. En zo. Je kan het ook zo met je nagels doen om er een scherpere rand in te krijgen. Of met de punt van je schaar, van je liniaal, net wat je fijn vindt. Op de flapjes gaat weer tape. En we vouwen daar een dekseltje van. En deze komt dus zometeen op je doosje. Zo. Zo. Oh. Deze wil niet wat ik wil. Zo. En deze gaat op je doosje. Dan pakken we onze kaarten erbij. En het is de bedoeling dat soms in je doosje op je kaart komt te staan. Maar zo past dat niet. Dus we gaan hem uitmeten. We gaan hem even goed daarin vouwen. En ons doosje is 4,5 centimeter breed. Dus we moeten een stuk hebben van 4,7 centimeter. En dan ga ik mijn liniaal op 6,2 tegen de rand aanleggen. Dus dit is 6,2. En dan ga ik een stip zetten op de 0 centimeter lijn en op 4,7. En dan heb ik precies een stuk van 1,5 centimeter over. Dus ik schuif nog een keertje naar beneden. Leg ik hem weer op 6,2. Stip op 0. Stip op 4,7. En dan ga ik vanaf de bovenkant, en dan moet ik heel even spieken op mijn eigen briefje, wat ik had gezegd, 2,5 centimeter hoog. Dus dan leg ik hem op die stip die ik net gezet heb op 2,5. En ga ik op het 0 omhoog een streep trekken. Dan doe ik aan deze kant ook 2,5 centimeter, 0 omhoog een streep. En deze twee strepen ga ik met elkaar verbinden. Even kijken. 1, recht leggen, 0 tot en met 4,7. En dit vak ga ik er tussenuit knippen en snijden. Nou dacht ik dat ik mijn snijmes er ook neergelegd had, maar die ben ik dus vergeten. Die ga ik zo even pakken. Dan denk je dat je goed bent voorbereid en toch mis ik altijd nog een deeltje. Maar goed, we hebben alles bij de hand. Dus we hoeven niet heel ver. En hier gaan we tussenuit snijden. Normaal gesproken doe ik dat uit de hand. Maar omdat het nu dubbel is, doe ik het met een mes. En dit wordt je kaart. Dan gaat je doosje tussenin. En dan blijft je kaart staan. En deze gaan we dus versieren. Deze ga ik neerleggen en deze ga ik hier op plakken. Maar daar moet dus het stuk nog tussenuit. Die had ik al afgetekend, maar je kunt hem natuurlijk ook gewoon erop leggen. Aftekenen en dan gaat dit stuk er tussenuit. Maar ik knip dan altijd een heel klein stukje langs de rand. Dus ik knip hem iets groter dan dat we hem hebben uitgemeten. Want ik wil juist dat er een stukje zwart te zien blijft. Dus dat het designpapier een klein mat randje heeft. Andere kant heb je. Ga ik hem erop leggen. En dan zie ik dat er aan deze kant nog een stukje vanaf moet. Zo. Dan doe ik daar heel even met mijn potlood. Zodat het een mooi recht lijntje wordt. En dan hier ook. Zo. Dan weet ik ongeveer wat ik eraf moet knippen. Want we willen wel een mat lijntje.
Deze kant ook. En dan moet ik hem natuurlijk, voordat ik hem opplak, niet vergeten te beinkten. Ik zag dat ik aan deze kant ook niet echt een mat streepje had. Dus een heel klein viermotje eraf. Deze even vasthouden, anders buigt hij om. Zo. En dan ga ik hem op elkaar plakken. En ik zweer bij deze lijmrollers. Ik vind ze toch fijn. Action heeft ze, Libra heeft ze, maar de betere hobbywinkels hebben ze natuurlijk ook. Ik vind ze zo fijn werken. Je kunt een beetje tempo maken. En deze kan je ook nog, als je ernaast zit, kan je hem wegpoetsen. Heerlijk. Dan hebben we natuurlijk ook de achterkant. Dat werkt natuurlijk hetzelfde. Ik leg hem op mijn kaart. Zo wil ik hem hebben. Dan draai ik hem om. Potlood erlangs. En zoals ik al zei, er langs op knippen we het weg. Vind je zo'n streepje nou niet mooi? Prima, dan knip je alleen het vakje weg wat je net hebt uitgetekend. Het is net wat jij mooi vindt. Ieder zijn smaak, ieder zijn ding. Bij ons mag je gebruiken wat je wil. We vinden het leuk als je ons digipapier bestelt. Maar het hoeft niet. Alles mag. Niks moet. En ons digipapier is nu in de aanbieding. Want al onze lijnen die we dit jaar hebben uitgebracht, zijn in de verkoop. En dat betekent ook dat we dus niks meer uitprinten. Hij is alleen nog maar digitaal te bestellen. Dus je kunt alleen digitaal dit papier nog krijgen. En vanaf 1 januari starten we met nieuwe designpapiertjes en nieuwe digilijnen. En is deze digipapier verleden tijd. De kaart is klaar. Nou gaan we ons doosje versieren. En ik had natuurlijk al alles gesneden. Dus dat is lekker. Ik gebruikte 1 keer 4,4 bij 4,4 als deksel. Dan ga ik even kijken welke kant ik het mooiste vind. Dat is deze kant. Dit wordt de voorkant van mijn dekseltje. Dan heb ik de zijkantjes van de deksel. En die plakken we hier. En dan hebben we ook de zijkanten van het doosje. En dan is eigenlijk onze creatie alweer klaar. En in het doosje kun je natuurlijk van alles doen. Je kunt er centjes in stoppen, je kunt er een kaarsje in doen, chocolaatjes, net wat je wil. Maar ik vind het dan net wat leuker om het als cadeautje weg te geven. Dan een saaie envelop. Of je geeft hem gewoon inderdaad als een kerstkaartje weg en je doet er inderdaad een leuk geurkaarsje in. Of kaneelstokjes, of net wat je lekker vindt ruiken om cadeau te geven. Je kan er ook een zelfgemaakte cadeaubon in maken. De 4,2 bij 4,2. En het doosje is 4,5 bij 4,5. Maar wij halen altijd ongeveer 3 mm van ons designpapier af. Zodat we een mooi randje eromheen krijgen. Dan had ik natuurlijk ook nog een aantal knipdelen uitgeknipt en die kunnen natuurlijk ook op het doosje, maar of op de kaart, op de deksel, het is net wat je leuk vindt. Je kan er ook nog een touwtje omheen doen om je doosje, om hem dicht te maken. Ik had hem al een keer eerder gemaakt, maar toen vond ik het doosje te groot en dan zakt de kaart ook uit. Maar voor een idee met een strikje,
eromheen is het dus zo'n doosje. Ons doosje is klaar. Het deksel gaat er weer bovenop. Zo. Kaart kan blijven staan. Doosje gaat er bovenop. En nou blijft de kaart ook gewoon staan. We gaan de onderkant nog een beetje versieren. Ik weet nog niet zeker of ik de tekst ga bewaren. Misschien ga ik wel een andere tekst eroverheen doen. Want ik vind het ook wel leuk om de hertjes te gebruiken. Om Rudolf te gebruiken. Dus ik moet nog even een beetje spelen met de spulletjes die ik heb. Maar dat gaan jullie zien op ons Facebookpagina, hoe die uiteindelijk geworden is. Ik wens jullie een fijne dag, fijne kerstdagen als ik jullie niet meer voorbij zie komen op ons Facebookpagina. Ga je deze creatie nu opmaken en denk je, hey, dat is leuk. Deel hem dan met ons, want wij vinden het altijd leuk om jullie creaties te zien. Bedankt weer en tot snel. Doei doei!